Super relaxed zo'n park waar je heerlijk je energie in kwijt kan. Ik ben nu in het Oosterpark en het ligt in, je raadt het al, Stadsdeel Oost natuurlijk. Het stadsdeel is best groot en bestaat uit verschillende buurten. De Watergraafsmeer, de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied en Eiburg. In totaal heeft het stadsdeel 117.000 inwoners en wonen er wel 150 nationaliteiten. Ik ben hier omdat een paar kinderen uit Oost mij gekrabbeld hebben op huis met een aantal vragen over hun stadsdeel. En die ga ik proberen te beantwoorden. Ik fiets heel vaak door het Oosterpark, maar hoe lang bestaat dit park eigenlijk? Pittige vragen. Het Oosterpark bestaat al meer dan 100 jaar en eigenlijk ziet er nog steeds precies hetzelfde uit als toen. Het park is ooit aangelegd omdat er steeds meer mensen in de buurt gingen wonen. Die wilden graag een ommetje maken in een mooi park. Er lag eerst een kleine park, maar later kwam er een mooier park met een grote vijver en groepjes bomen. Veel Amsterdammers genieten nu nog steeds van de natuur in de stad. Ze joggen bijvoorbeeld of ze voetballen. En er worden hier zomers ook heel veel festivals gevierd. Zoals het Appelsap Festival bijvoorbeeld. Een hip-hop festival dat elk jaar in de zomer wordt gehouden. Kijk eens wat ik kan. Dat is vast. De volgende vraag. Ja. Waarom staat er bij het Tropenmuseum een grote poort? Dit is niet zomaar een poort, dit is de Muidenpoort. Gebouwd in 1770 en een van de poorten die in de 18e eeuw toegang gaf tot de stad. Op 9 oktober 1818 reed keizer Napoleon door de poort de stad binnen in een koets die getrokken werd door 8 witte paarden. Wow, was ik dit even lekker aan het genieten van dit stadsdeel? Gaat mijn telefoon. Weer een vraag volgens mij, ja. Ja, Ivan, ik heb ook nog een vraag. De laatste dan. Hoe komt de Zeeburgerdijk aan zijn naam? Zeeburgerdijk? Yeah. Oké. De Zeeburgerdijk is een straat die door de Indische buurt loopt. Eigenlijk bestaat deze dijk al heel lang. Al 800 jaar geleden liep hier een dijk met een weg erover. Het was de weg vanaf de Nieuwmarkt naar de dorpen Diemen en Muiden. Die weg over de dijk heette toen de Sint-Antoniusdijk. Boeren en kooplieden die hun lading in de stad wilden verkopen, kwamen over deze dijk. Ik heb zoveel centen verdiend. Ook schepen van de Zuiderzee konden aanmeren aan deze dijk. Als het donker werd en reizen moeilijker werd, bleven reizigers slapen in herberg Zeeburg. Wat een lange dijk is dit eigenlijk. De herberg aan de Zeeburgerdijk bestaat nog steeds. Helemaal aan het eind van de dijk, vlakbij het Amsterdam-Rijnkanaal. Alleen is het nu geen herberg meer, maar wonen er gewoon mensen. Zo, heb ik jullie vragen nu goed genoeg beantwoord? Ja, Ivan, thanks! Kijk, goed hè van mij. Heb jij ook vragen over je stadsdeel? Ga dan naar onze Basta Hive en misschien geef ik je antwoord in een van onze volgende afleveringen. Doei!